Leuk dat je weer kijkt. We hebben vandaag weer een nieuwe vlog. En we zijn in Daytona Beach in Amerika voor de Official Strongman Games, waar ik aan meedoe. Dat begint morgen. Dus kan het binnen. We hebben ons ingeschreven. Krijgen deze mooie kaart. Krijgen we. Een beetje naam erop, dus dat is wel vet. En twee shirts. Met achternaam erop. We krijgen een paarse en een rode. Als je het goed doet en je kwalificeert jezelf voor de finale op zondag, dan krijg je dus ook nog een zwarte met gouden letters op de achterkant. Dus dat is wel een heel vet ding. Alleen de top 10 gaat naar de finale op zondag. Er doen 50 mannen in mijn klasse mee, dus ja. Zal erom spannen, hè? Maar wie weet. Dus ik ben er klaar voor, hard voor getraind. En we hebben een prima reis gehad. Lekker gegeten al. Ik ben eigenlijk een beetje in het ritme gekomen van Amerika. Dus uit de jetlag. En ja, net op tijd. Morgen gaan we beginnen. Zit het beter? Huh? Je hoeft het dan minder ver uit te pakken. Ja, het scheelt weer kracht, toch? Ja, perfect. Is goed. Oké, we staan hier dus op de warmere plek van Official Strongman Games. Alles wat we gaan gebruiken tijdens de wedstrijd, hier kunnen we dat gebruiken om op te warmen. Dus we hebben hier de zandzakken liggen, de grote Thomas Inch dumbbells, Farmers Yoke, dus Axel Deadlift gaan we gebruiken. Dus hier zal ik de meeste tijd van mijn zaterdag en hopelijk zondag doorbrengen om op te warmen voor de onderdelen die we uiteindelijk in de arena gaan doen. Hoeveel denk je dat ze wegen? Net niks. Net niks? 20, 25 kilo per hand. Oh ja. Dus wel slim, want ze hebben de rubbers onder gedaan. Oh ja. Die moet ik ook hebben. Die moet je ook thuis hebben. Dus ja, dat zijn de farmers die we gebruiken. De hoogte is best wel ietsjes lager dan ik waarschijnlijk getraind heb, denk ik. Ik denk dat het 140 centimeter is en ik zelf heb 46 centimeter getraind, dus maar prima. Zal de pret niet drukken. Dus dit is echt het onderdeel waar ik misschien wel het meeste zin in heb. Ja. Wil ik zijn? Dat is wel één dikke grip. Ja. Ja, heel dik. Dus. Ja. Ja, dat is wel. Ja, dat is dikker dan een kolenblikkie. Ja, die is wat prettiger, denk ik. Dus die is denk ik voor de vrouwen. Ja. Ik heb nog nooit zulke ballen gezien. Nee, het is van rubber. Oh, is die een steen? Nee. Oh, je hoort het ook, ja. Nou ja, dan blijft de vloer wel heel. Dat zeker. De wedstrijd van wel beton gebruiken. Oh, oké. Okay. En voor het opwarmen is het wel fijn, denk ik. Liggen er wel genoeg? Huh? Liggen er genoeg? Ja. Nachtmerrie dingen. Oh, we getting rounder, man. You too, my friend. You too. We did 24 hours to get from Amsterdam to Miami. Oh, yeah. So,
So yeah, you're feeling it. Yeah. One, relax. Again. Three, two, one, relax. Again. Three, two, one, relax. Now I want you to straighten your leg the best that you can. Like this? Yep. So nice and slow. One, come down. I want you to do that two more times. Okay. I competed a little bit, qualified for nationals in USS. Okay, That was the last time I competed. And yeah. I enjoy this. I still get to live vicariously, so to speak, but yeah. I just love the sport. Hoe was je massage? Ja, heel anders eigenlijk dan in Nederland, zou ik zeggen. Hij is veel meer te rammen op je spieren en zo. En heel veel drukpunten om spierwezels recht te zetten en zo. Ja. Heel anders dan fysiotherapie in Nederland. Dus, maar het was wel heel lekker. Was wel even lekker. Ben je helemaal soepel? Ik ben helemaal soepel. Laat zien dan. Oh, dat is wel heel soepel. Dat is heel soepel. Ja. Te soepel. Dus, nee, lekker. Nice. Lekker aan. Did you finish your plate? Yeah. No, you didn't. No, you didn't. No, you didn't. Too bad, too bad. We're going to start with the fact that tomorrow is going to be four events, not just two that we would have done today and two that we're doing tomorrow. And because of that consolidation, there may be differences today in what you hear than what you had read just 3 days ago. Just be aware that some things may sound different than what it was. That's because we're having to consolidate to 2 days. Sunday is unaffected. So the finals will be exactly as we planned, and we'll be discussing that. All right, so first off, every event tomorrow is gonna be four athletes at a time, head to head. You will notice all throughout the day, we have lane markers, these little white lane markers at the end that say one, two, three, and four. It is very critical that you can read the numbers one, two, three, and four. So yeah, big thank you to Lynn and all his crew. Well done for you guys for getting here with the hurricane and everything like that. It's gonna be worth your while. I'm looking forward to seeing what you all can do. And just a big thanks from Giants Live and Official Strongman to everybody involved. We hebben net de hele introductie gehad, van alle onderdelen, een uurtje gezeten daar zo, alles helemaal duidelijk. Een paar ontzettend domme vragen gehoord, dat is altijd ook wel fijn. Of mensen die dan na een uitleg van een kwartier nog steeds hetzelfde gaan vragen. Top. Dus dat is altijd genieten bij een atletenbriefing. We gaan even naar de Walmart toe, even nog een beetje inslaan voor morgen. En dan zit de dag erop vandaag. We zijn in de Walmart, maar we waren niet helemaal zeker of er wel maaltijdsladen zouden zijn. En die zijn er gewoon, dus dat is top. Dus we hebben twee pasta salades voor Kevin en één normale salade voor mij. Top! Ja. Ze hebben ook allemaal kant-en-klare broodjes. En ik zag net deze. Kijk hoe groot deze is. Best een goede prijs. Maar Kevin wil geen broodjes. Pasta pizza. Kijk, nu zijn we bij de goede shit. Ja, kijk dan. Wow. Op suiker. Allemaal lekker cookies. Ja hoor, 56% suiker. Niks beter. Oh, kijk dit dan. Wat hebben ze hier? Donuts. Heel veel donuts. Ze hebben een dozijn donuts. $4.92. Nou, vind ik echt een koopje. Oh, dat is ook goed, ja. Dat heb ik al bijna. Croissants. Ja, we kunnen allemaal mee wat vormen, maar dat is allemaal echt voor die proces. Gaan we de Nederlanders uithangen en dan witte bollen met kaas meenemen? Ja, wel, we zijn aangekomen bij Kevin's favoriete schap. Wat zijn de toetjes? Ja, het kost maar 4,48. In Nederland kost het gewoon bijna het dubbele. Dat is gewoon... Ja, dat klopt wel. Oftewel, ik neem er gewoon twee mee. Dat is gewoon wat een beetje... Ja. Nee, doe maar niet. Oh. Laat even weten in de reacties. Welke zou jij nemen? Ik weet het niet. Oh, moet ik ze even laten zien? Welke opties we allemaal hebben? Dat zijn echt heel veel. Dat is een kindershow. Van, ja. Maar laat het ze even zien. Kijk allemaal mee. Ik vind minder dan de vorige keer. Wow.
Maar is die half baked? Ik wil de Spakenburgse. Spakenburgse, in Spakenburg bakken we alles half af. We hebben een salted caramel brownie. Oké. Okay. Er komt half de deur eruit. Dat valt ook nog maar. Zo sterk dat de deur afbreekt. Ja. Overnieuw. Nog een keer? Ja, nog een keer. Oh. Ik wil... Caramel koekje dood. Op ooghoogte. Ja. Daar zitten de beste. Wil de camera vrouw voelen hoe koud het is? Nee, of niet? Nee. Dat is wel heel koud, ja. Dus we zijn nu wat verder. Bacon valt voor een bite. Wat hamburgers voor straks. Ook de voor een bite. Dus een paar yoghurtjes. Dat zijn hele leuke yoghurtjes. Hele lekkere yoghurtjes. Ja. Gewoon meer Nederlands formaat ook. Althans, voor mij zeg maar. Nederlands en voor mij formaat. Dat is wel top. De boodschappen zijn gedaan. We gaan nu terug naar ons appartement. Gaat Kevin nog de laatste dingen eten? En dan lekker naar bed, want morgen hebben we een hele lange dag. Oh, ja. Dat was in een stukje. Het maakt tot 7 uur, maar je zit nog steeds in het Nederlandse ritme. Mijn idee is het al 1 uur 's nachts of zo. Ja. Nou, we gaan even snel eten en dan gaan we lekker slapen. Mooi hè?